geval van straatfotografie, laat ons zeggen dat we wel een lichtmeter bij de hand hebben of een lichtmeter ingebouwd in, ons fototoestel. Dan gaan we gaan meten op een grijs onderwerp. Om de eenvoudige reden dat we dan geen belichtingscorrectie voor de gereflecteerde lichtmeting moeten toepassen. En daarbij gebruik je best een diafragma die niet al te groot is, dus geen al te klein getal. Dus probeer niet bij straatfotografie, zeker niet als beginner, van meteen op diafragma 1.8, 1.4 en dergelijke meer foto's te gaan schieten. Want dan ga je heel vaak momenten of foto's hebben die niet scherp gesteld zijn. Maak het jezelf iets gemakkelijker en werk met een groter scherptediepteveld, wat dat je verkrijgt door aan de ene kant een groothoek te gebruiken. Nu, qua lenzen kom ik er zo meteen op terug. Een groothoek te gebruiken en daarnaast ook een iets kleiner diafragma. Dus laat ons zeggen, diafragma 8 bijvoorbeeld, daarbij heb je al heel wat scherptediepte bereik. En op basis van diafragma 8 en dan een ISO-waarde van, afhankelijk van de lichtsituatie van die dag, 200, 400, 800, misschien zelfs 1600 in heel slechte, heel donkere dagen. Afhankelijk van hoe je toestel natuurlijk presteert bij ISO 1600. Dan met die twee parameters ga je een belichtingstijd, een sluitertijd gaan bepalen met je lichtmeter. Laat ons zeggen dat dat een 250ste van een seconde is. Probeer ook daar, zak niet onder de regel van 1 op de brandpuntsafstand van uw lens. Dus laat ons zeggen voor een 50 mm lens, ik kom zoals ze zegt direct terug op de lenzen. Laat ons zeggen een 50 mm lens, niet onder een 50ste van een millimeter. En ik zou zelf eerder niet onder een 125ste van een millimeter gaan. Tenzij dat je natuurlijk op dat moment beweging wilt gaan vastleggen. Hè. Maar dan denk ik dat we met diafragma 8 een 25ste van een seconde en de ISO die daarop aansluit. Je kan, als je manueel werkt, kan je gewoon een combinatie kiezen die goed werkt en die laten staan. Als je toch automatisch werkt, kun je gaan werken met diafragma voorkeus, waarbij dat je dus zelf die diafragma 8 kiest. Of sluitertijd voorkeus, waarbij dat jij dus kiest voor de 1 op 125ste van een seconde. Of eigenlijk nog veel gemakkelijker in deze situatie, veel fototoestellen digitaal in de dag van vandaag hebben de zogenaamde auto-ISO mogelijkheid. Waarbij dat jij dus vastlegt op voorhand dat je zowel diafragmataal 8 wilt gebruiken als sluitertijd een 150ste van een seconde. En dan zal de camera, afhankelijk van het licht aan de hand van de lichtmeter, zijn ISO-waarde gaan bepalen. Nadeel daarvan is dat je niet altijd op voorhand weet welke ISO-waarde gekozen zal worden. Nu, hulpmiddel daarbij is dat je wel kunt minimum en maximum gaan instellen. Dus dat je bijvoorbeeld altijd tussen 100 en 1600 waarde moet gaan kiezen. Een ander nadeel van de auto-ISO-waarde is dat je dan ISO-waarden krijgt die vaak in een derde van de stop. Dus in plaats van ISO 200, ISO 400 en dergelijke meer, krijg je waarden van ISO 250, 320, 125 en dergelijke meer. Krijg je vreemde ISO-waarden. Op zich, heel veel nadeel heeft dat natuurlijk niet. Dus dat is één mogelijkheid. Daarbij hebben we de belichting besproken. Iets anders wat ook nog altijd moet gebeuren. Je hebt wel een vrij groot scherptediepteveld door die opening 8. Maar je moet wel nog altijd ook scherp stellen natuurlijk. Het is niet dat alles van een meter tot oneindig scherp is met die instellingen. Om op de juiste momenten scherp, op de juiste onderwerpen beter in beeld scherp te stellen, is er ook een handige tip. Dat heet dan weer zone focusing. En daarbij ga je eigenlijk manuele focus gaan toepassen. En dan, ja, uiteraard, je kan ook hier met autofocus gaan werken en dan een bepaald focuspunt kiezen en dat op het juiste punt plaatsen, scherpstellen en herkadreren. Heel handig dan is om een andere knop te gebruiken voor de focus, dat je bijvoorbeeld, dus niet de sluiterknop voor de focus te gebruiken, maar een andere knop. Zodat je kunt focussen. En die focus behouden tussen het nemen van verschillende foto's. Want anders ga je, als je die focus met de half ingedrukte sluiterknop blijft behouden, ga je die sluiterknop half indrukken, gaat hij opnieuw focussen als je een volgende foto maakt. En dan is je herkadering al gebeurd, dus dan kan het zijn dat je focus niet meer correct is. Een alternatief voor de alternatieve knop voor de focusing is de AF Lock button die je hebt bij Nikon onder andere. Waarbij dat je kunt de sluiter, als je die knop ingedrukt houdt, van achter is dat meestal,
dat je kunt de sluiter half indrukken zonder dat er opnieuw gefocust wordt. Zo gaan we voor single focus, geen motor of continuous focus instellingen. Dat heeft weinig zin. We gaan hier geen tracking gaan doen van onderwerpen die heel snel voorbij lopen. In het algemeen gesproken. Maar dus als we manueel werken, waar ik eigenlijk over aan het spreken was, als manueel werken, dan kun je heel gemakkelijk gaan scherpstellen op iets wat bijvoorbeeld, laat ons zeggen, 3 meter van u, een onderwerp wat 3 meter van u is, daarop stel je scherp. Je laat die instellingen zo, je ziet een onderwerp wat je wilt fotograferen, dan zorg je dat je op tijd, op 3 meter afstand ongeveer, min of meer, want je hebt die diafragma waarde van F8 gekozen, waardoor je wel iets scherpe diepte hebt, meer achter dan voor het scherpstelpunt overigens. Dan ga je heel snel op de juiste, afstand van het onderwerp gaan staan, waardoor dat je eigenlijk, in plaats van te focussen op dat moment, gewoon jezelf verplaatst om het onderwerp, wat eigenlijk stilstaat in de meeste gevallen, in het juiste scherpstelgebied te krijgen. Alternatief is natuurlijk gewoon, als je geoefend bent, manueel te gaan focussen. Dus je focus continu gaan wijzen op het zicht en gaan focussen. Dat is eigenlijk de gemakkelijkste manier, nog makkelijker dan autofocus. Want bij autofocus, zoals gezegd daarnet, moet je met die extra knoppen gaan werken om het systeem te gaan tegenhouden van opnieuw te focussen als je een nieuwe foto maakt. Terwijl bij manuele focus, je hoeft je focuspunt niet te verplaatsen. Je kan gewoon in de zoeker kijken naar de plaats die je scherp wilt draaien aan de focusring, totdat dat punt scherp is. Vervolgens afdrukken en jij kiest zelf of dat je opnieuw scherp stelt of niet bij de volgende foto. Hè. Dus het makkelijkste is toch wel, denk ik, manuele focus. Volledig manuele focus. Zoals dat eigenlijk ook volledig manuele belichting ook het gemakkelijkste is. Met die wetenschap dat je dan natuurlijk wel een bepaalde belichting voorop instelt. En op het moment dat je foto neemt, dat je eerste foto neemt bijvoorbeeld, en dat je dan gaat kijken van oké, hoe ver zat ik ernaast, moet ik de foto opnieuw maken met een kleine aanpassing van mijn belichting manueel. Dus ondertussen hebben we zowel de belichting besproken als het scherpstellen besproken. Wat nog niet aan bod gekomen is, is de lens, dus het type lens. Ik had eerder al gezegd dat ik daarop terug ging komen, dus bij deze. Wat de lenzen betreft, een veelgebruikte brandpuntsafstand voor straatfotografie is 35 mm. Om de eenvoudige reden dat 35 mm, laten we zeggen, 50 mm is ongeveer het gezichtsveld van de mens. Dus dan krijg je zo'n natuurlijk mogelijk beeld, of een beeld dat zo nauw mogelijk aansluit bij het menselijk zicht. Geen vertekening. Bij tele bijvoorbeeld wordt alles samengedrukt en bij grote wordt alles opengetrokken. Die vertekening krijg je niet bij 50 mm. Je kan naar 35 mm gaan, wat ook veel gebruikt wordt, omdat je dan net iets meer ziet dan het menselijk oog. Dan heb je iets meer flexibiliteit. En er zijn er ook die naar 28 mm gaan, maar dat vind ik persoonlijk zelf al vrij groot, al vrij breed voor straatfotografie. Maar aan de andere kant, dus groothoek heeft ook als voordeel dat je voor hetzelfde f-getal meer scherpte diepte hebt. Dus die f8 op een 15 mm is het scherpte diepte bereik kleiner dan de f8 op een 35 of een 28 mm lens. Ook als je als je dichter bij je onderwerp gaat staan, zal dat scherp. Dus eigenlijk die 3 meter was geen goed voorbeeld. Je kan beter een grotere afstand nemen. Als je dichter bij je onderwerp gaat staan, is het scherptediepteveld ook kleiner dan wanneer je verderaf de foto gaat nemen. Tele-lenzen zijn minder geschikt. Je hebt daar weinig scherptediepte, dus je moet al met een groter f-getal gaan werken. Je moet al op het juiste punt scherp gesteld hebben, je drukt alles samen, dus mensen lopen meer voor elkaar en achter elkaar dan dat ze naast elkaar gaan lopen. Nog een laatste punt voor ik deze video afsluit. Bij straatfotografie en zeker bij digitale fotografie, als je analoog werkt, maak je een foto, kom je niet in de verleiding om die foto te gaan bekijken, werk je gewoon naar de volgende foto toe enzovoort. Nadeel bij digitale fotografie is dat je gaat gaan een foto nemen en vervolgens zo snel mogelijk die foto op je display achteraan of in de zoeker, als je een digitale zoeker hebt, je foto gaat gaan bekijken om te zien of die gelukt is of niet gelukt is. En het gevaar daar is dat je door elk moment dat je eigenlijk niet naar de omgeving kijkt, kan je een leuk moment, een leuke opname missen. Dus als je op je display aan het kijken bent van je camera, ben je eigenlijk op dat moment, ondanks dat je natuurlijk een foto aan het beoordelen bent, ben je op dat moment eigenlijk allemaal potentiële momenten aan het verliezen. Dus ik zou nog als laatste tip willen meegeven, als je digitaal werkt, als je op straat foto's neemt, digitaal, probeer dan je foto's te nemen. Neem desnoods een extra foto voor de zekerheid, maar bekijk die op dat moment niet.
Tenzij dat natuurlijk nog aan het zoeken bent naar de juiste belichting en dergelijke meer. Maar probeer die niet continu te staan bekijken op een hoek van de straat. Probeer het beoordeel van je foto's voor thuis te houden. Wanneer je terug achter je computer zit, sowieso zal je op groot scherm veel beter kunnen beoordelen of je foto scherp is of niet. Als je dan toch moet kijken op je camera, zou ik het eerder doen om heel snel te zien of de belichting in orde was. Dus daarmee zou ik deze video willen afsluiten. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.